Goedemorgen. Welkom bij een nieuwe vlog van Atelier Typisch. Hallo. Ik ben er weer helemaal klaar voor. Ik zit klaar voor een nieuw project en ik heb weer iets groots uitgezocht. Een beetje geïnspireerd over wat er vorige week was gebeurd. Er was een olifantje geboren in Wildlands in Emma. Daar dacht ik, ach, heerlijk, is een olifantje. Dus ik zag daar die beelden van en denk ik ga weer een olifant maken. Dit is geen kleintje, het is wel weer een grote. Ik ga jullie zo draaien, dan kunnen jullie dat zien. Het is vandaag maandag 6 februari 2023. En ja, wat is het weer? Vorige week was het helemaal nat en bewolkt en heel winderig. Maar nu is het eigenlijk best wel weer wat rustiger. Klein beetje vorst hebben we. Het is wat mooier weer qua zon. Ja, helemaal lekker vind ik. Als dit filmpje uit wordt gezonden, is het carnaval. Yes. Zin in. Ik ga dit beest dan ook een beetje vrolijk maken. We hebben een hele vrolijke olifant. Hij ziet er nu al heel vrolijk uit, hoor. Hij heeft een heel leuke kop. En het is een heel vrolijk ding om zo al te zien. Dus ik ga hem helemaal vrolijk maken. Ik zal even laten zien. Hele vrolijke kleurtjes. Dit is mijn palet van mijn vorige beest, van het hert. Daar heb ik wat aanvulling aan gedaan met rood, roze, een beetje oranjeachtige tinten. Dus ja, ik denk dat het een heel vrolijk beest gaat worden. Dat is het plan. En ik heb ook nog weer een leuk afterfilmpje. Want moet ik even denken welk afterfilmpje hier achteraan komt. Ik heb hele mooie opnames gemaakt gisteren. We hebben gewandeld en toen vonden we weer een heel mooi wandelplekje. En dat heb ik gefilmd. Dus dat ga ik laten zien. Het is bij Deurse. Dat is een heel mooi wandelgebied wat een beetje drassig is. Dus je loopt daar gedeeltelijk over de steigers. En prachtige wandeling. Het was ook heel mooi weer gisteren, moet ik zeggen. Het was een lekker zonnetje erbij. En hondje lekker mee. Onze kleine Emma, die heeft zich weer helemaal vermaakt. Dus daar heb ik even beelden van gemaakt. Dus die plakken we er even aan vast. Het is altijd een beetje inspiratiedingetjes ook. Waar ik altijd wel, die wandelingetjes hier in de natuur. Wij ontdekken natuurlijk nog steeds hartstikke veel nieuwe dingen hier. Want we zijn hier komen wonen vorig voorjaar. En straks in april zitten we hier een jaar. Maar we zijn nog steeds bezig met allemaal leuke nieuwe plekjes te ontdekken. Dus echt hartstikke leuk. Dus deze wandeling was ook echt weer een grote verrassing. Echt een prachtig natuurgebied daar. Superleuk. Dus ik neem jullie af en toe een keer mee. Als ik vind het wel leuk om zo'n afterfilmpje te doen. Krijg ik altijd leuke reacties op, moet ik zeggen. Als deze wordt uitgezonden, heb ik carnaval. Ga ik ook een leuk filmpje van maken. Wat een heel vrolijk afterfilmpje dan. Dus dat wordt ook vast en zeker hartstikke leuk. Ik ga gewoon starten. Ik heb mijn inktjes weer klaarstaan, de spreetjes weer klaarstaan. Ik ga weer met mijn vingers aan de gang, met kwasten. Ik heb weer, het zal ik ook even klaarleggen. Ik had laatst zo'n leuke nieuwe, kijk, dit is een beetje zo'n siliconen ding. En er zit een soort kammetje, zeg maar, op. Waardoor je hele leuke effecten in je verf krijgt, dus... Dan zet je de verf iets dikker op en dan ga je er met deze doorheen. En dan zie je wel weer een grappig effectje. Dus die leg ik ook klaar. Ga ik ook proberen te gebruiken. En dan had ik nog meer nieuw. Die heb ik denk ik vergeten klaar te leggen. Maar zal ik ze ook even pas verpakken. Ik heb van die screpers. Een beetje ook van die siliconenachtige screpers. Zodat je de verf een beetje kan uitschrapen als het ware. Daar krijg ik een heel mooi effect van. Dus ik ga even weer wat nieuwe techniekjes hierbij ook weer doen die ik al een poosje niet gedaan heb. Ik heb mijn stiften uiteraard klaar liggen. Ik heb mijn sponsjes klaar liggen. Een heleboel kwasten. Dus we gaan er weer iets vrolijks van maken. Dus ik wens jullie er weer veel plezier mee. En ik zie jullie na het schilderfilmpje nog even weer terug. Dag!
zo mensen, het is weer klaar. De olifant is af. En best bijzonder geworden, denk ik. Dus weer helemaal anders. Ik werk niet zo heel vaak met zwart, dat zullen jullie al wel opgemerkt hebben. Maar deze keer heb ik dat wel een keer gebruikt. En waarom eigenlijk? Omdat deze olifant, toen ik hem kocht, ook helemaal zwart was. Dat was trouwens een van de eerste die ik kocht in het hele project. Wij stonden op de camping in Vroomshoop, of vlakbij Vroomshoop, in Den Ham. En toen heb ik in Vroomshoop, in de kringloopwinkel, deze grote olifant. Hij is hartstikke zwaar, hij weegt echt een aantal kilo's. En hij was dus van origine mooi zwart gelakt. Nou, dat heb ik geschuurd en ontvet en in de gesso gezet. En toen had ik zoiets, nou, het is wel leuk om met deze olifant weer dat zwart terug te laten komen. Dus vandaar dat jullie dat weer inzien. En ik vond het eigenlijk wel eens een keer ook heel leuk hoor. Want ja, het geeft toch weer hele andere effecten als alleen maar met kleur werken. Dus ja, zeker leuk. En ik heb deze keer nog een leuk afterfilmpje. Dus die kunnen jullie ook nog even bekijken. En het is bijna carnaval. Dus ik ga jullie even mijn mooie hoed laten zien die ik daarvoor gemaakt heb. En daar ben ik er bijna klaar voor. Dus, en ik heb een leuk avondfilmpje gemaakt. Want we hebben even een winterse wandeling gemaakt in onze omgeving. In dit geval vlakbij Deurzen. Google maar even, zoek maar even op. Dat ligt eigenlijk tussen Rolde en Assen. En dat is een heel mooi wandelgebied. Kun je trouwens ook wel leuk. Dat je daar ook, er is ook een heel stuk bij waar je zowel met de rolstoel als met de kinderwagen... Dat ze het heel mooi vlak hebben aangelegd. Je kunt ook van de paden af. Dat hebben wij ook gedaan natuurlijk. Want wij hebben geen rolstoel of kinderwagen bij ons. Dus we konden ook van de paden af. En dan kun je heel mooi, ja, heel wijd landschap. Echt zo'n beekdal landschap is het. Supermooi. Ook zelfs in de winter supermooi. Dus hartstikke leuk. Dus kijk er even naar. Ik heb een heel kort afterfilmpje van. Pak een beetje 5 minuten of zo. Dus een heerlijke wandeling gemaakt. Daarna eventjes in Schoonlo bij Café Hegeman. Eventjes een hapje en een drankje gedaan. Zodat het een leuke afsluiting van zo'n zondagmiddag. Heerlijk wandelen en daarna een lekker klein afsluitertje. Dus eigenlijk wel een beetje onze ultieme zondagmiddaginvulling. Dus hartstikke leuk. Heb ik nog nieuws te melden? Ik heb niet superveel nieuws te melden, denk ik. Dus ik ga dit ook even kort houden, want het filmpje van het schilderen was ook al iets langer, zag ik. Die heb ik al even in elkaar geplakt en dat was iets van 10 minuten of zo. Heb ik het ook nog versneld afgedraaid, want dat zullen jullie wel gemerkt hebben. Ik draai die, als ik het in elkaar plak, versnel ik de filmpjes een beetje. Anders wordt het wel een heel lang verhaal. En nou ja, dat was het zo'n beetje. Dus ik zie jullie heel graag weer bij project 18. Wil je meer van me weten? Kijk even op ateliertypestineke.nl. Daar vind je alle links naar al mijn social media. En kun je me daar ook weer vinden als je dat leuk vindt. Oké, so far, zo goed. Tot het volgende project. Dus ja mensen, ik ben klaar voor het Leutekumse carnaval. Leutekum, Doetinchem. Ik kom eraan en ik heb er zin in. Ik doe mee in de jury van de grote optocht in Leutekum. Meer dan 100 wagens volgens mij. Dus we gaan er weer een flink feestje van maken, want we hebben 2 jaar niet kunnen doen. En we zijn heel erg aan de beurt en we hebben er ontzettend zin in. Dus als jullie dit filmpje zien, is het de carnavalszondag. Dus dit neem ik verder van tevoren op. Het is vandaag... Even denken hoor, het is vandaag volgens mij 7 februari. Dus nog eventjes te gaan, maar ik ben er klaar voor. Ik heb er zin in en ik laat jullie zeker even een stukje zien als ik een filmpje aan elkaar geplakt heb. Ik ga een vlogje maken en dan kunnen jullie even een heel feestelijk dingetje zien. Maar pas ik goed bij mijn olifant of niet? Jawel hè. Dus dit is al een leuk carnavalsolifant geworden. Tot de volgende keer. Dag.
Thank you.